Dacht u dat woongroepen iets uit de jaren 70 waren? Steeds vaker kiezen mensen van alle leeftijden ervoor om woonruimte te delen. Bijvoorbeeld in studentenhuizen, woongroepen voor ouderen of een gelegaliseerd kraakpand. Mark Pauli van het Kenniscentrum Filosofie ontwikkelde samen met Carex en Nijenstee een handleiding voor wonen in een woongroep. Nijenstee verhuurt ongeveer 20 panden waar mensen zonder familiebanden samenwonen of voorzieningen delen. Een woongroep is bijzonder omdat mensen ervoor kiezen om niet in traditioneel gezinsverband of alleenstaand te gaan wonen. En doordat je dan andere patronen krijgt, andere verhoudingen, is het een andere samenlevingsvorm dan de gebruikelijke. Voor ons is filosofisch onderzoek ook een mogelijkheid, een middel om te kijken naar die woongroepen en wat we daarvan kunnen leren. Dat een woongroep langdurig goed functioneert is ook ons belang, maar ook uiteraard het belang van onze huurders. Dus wij hebben er aan alle kanten belang bij om daar een beeld van te hebben. Ik heb de verschillende problemen onderzocht waar eigenlijk alle woongroepen tegenaan lopen. Van hoe nemen we beslissingen, hoe verdelen we corvée-taken, wie gaat wat doen, wie moet welke kosten betalen van het huishouden. En ik heb dus aan de ene kant gekeken hoe lossen de woongroepen dat nou in de praktijk eigenlijk op, wat hebben ze daarvoor bedacht. En aan de andere kant zijn dit ook filosofische vragen die te maken hebben met ethiek, rechtvaardigheid en democratie. En in de filosofische literatuur zijn daar dus ook ideeën over te vinden. En die twee wilde ik eigenlijk bij elkaar brengen. Dus eigenlijk filosofie concreet maken en tastbaar maken in een concrete praktijk. Namelijk de praktijk van het samenleven in een woongroep. Stel je hebt het over kosten verdelen voor gemeenschappelijke boodschappen. Vanuit rechtvaardigheidsperspectief zou je zeggen, je betaalt alleen mee op de dagen dat je ook echt aanwezig bent in de woongroep. Aan de andere kant willen woongroepen ook samenhorigheid in een gemeenschap creëren. Dus ze willen ook graag prikkels om aan te moedigen dat mensen deel uitmaken en aanwezig zijn in die woongroep. Dus je hebt hier met twee verschillende waarden te maken eigenlijk en daar moet je een keuze in maken. En verschillende woongroepen doen dat op verschillende manieren. En het is dus de meerwaarde van filosofie om die waarden expliciet te kunnen maken, zodat woongroepen ook een bewuste keuze kunnen maken in waar zetten we nou op in. Dus door het daarover te reflecteren krijgen we ook, stellen we onszelf open voor andere perspectieven, wat aan de ene kant nieuwe oplossingen kan produceren, maar aan de andere kant sowieso al het begrip voor de andere verruimt. Het onderzoek is afgerond. Dat heeft geleid tot een mooi boekje dat heet Een huis delen. Hoe hou je het leuk met elkaar? En daarin staan tips voor mensen die op zoek zijn naar zo'n woonvorm. Maar ook mensen die al in zo'n woonvorm wonen. Om te kijken van hoe kun je samen conflicten oplossen. Dat is een van de issues die erin staan. Maar hoe hou je het inderdaad leuk met elkaar?